Hallo, ik ben Rens. Ik ben instructeur bij Diagnose Nederland. En dit is mijn freerunning speurhond, Jack. Hoi, ik ben Natasja en dit is Apache. En ik werk als speurhondengeleider voor de firma Diagnose. Wij hebben hier bij Diagnose twee disciplines, de freerunning en de rest. Een freerunninggeleider die is gewoon zelfstandig met zijn hond aan het werk in de loods. En een restgeleider die controleren luchtmonsters. Wij halen monsters uit vrachtwagens vandaan. Die komen op Schiphol met hun vracht, luchtvracht. En dan kijken of daar explosieve stoffen op zitten. Nou, hier zijn we op de werkplek. En ik ga nu even de line-up neerzetten. En zo kunnen jullie zien wat het dagelijkse werk van een hond is. En ik ga er ook eventjes een filter tussen doen waar een spoor bevat van een explosief. En kijken wat hij ermee gaat doen. Ja, goed zo! Raadman! Nou, hij heeft hem dus gevonden. En daardoor krijgt hij zijn beloning, zijn bal. Even lekker spelen met hem. Dat vinden ze gewoon helemaal leuk. Elke dag doen we dat. En zo hou je ze toch een beetje scherp. We zijn hier in de loods bij een van onze klanten. Een van de locaties waar wij dagelijks onze werkzaamheden doen. En wij controleren hier luchtvracht op de aanwezigheid van explosieven. En daarnaast trainen wij hier ook met onze speurhonden. In een training zal een trainer een preparaat verstoppen in de vracht. En dat is daarna onbekend voor de geleider en voor de hond. En dat zullen ze samen als team daarna gaan zoeken. Jack, blijf. Zoek. Goed zo, vriend. Hoog. Netjes. Privé en werk gaan in elkaar over omdat je de hond mee naar huis neemt. Dus thuis ben je ook natuurlijk altijd met je hond bezig. Je moet ze uitlaten, je moet ze eten geven, verzorgen, aandacht geven. Dus ja, dat gaat gewoon altijd door. Het is een hele veelzijdige verantwoordelijke baan. We zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het controleren van de luchtvracht. En veiligheid staat daar natuurlijk boven alles. Zit. Goed zo, vriend. Keurig. Oeh, netjes. Goed gedaan. Nou, we werken natuurlijk op de luchthaven Schiphol. En dat is 24/7. Dus nieuwe collega moet het zeker niet erg vinden om in wisseldienst te gaan werken. Zoals de ochtend, de avond, de nachten, weekenden. Dat gaat gewoon door. Wij zoeken op dit moment mensen met ervaring. Het liefst in de hondensport of in een andere professionele setting waarin ze al meer met honden hebben gewerkt. Een van de moeilijkere dingen aan onze baan is toch de invloed die het heeft op je privéleven. Je neemt een hond mee en daardoor heb je hem altijd thuis. Maar wat je ervoor terugkrijgt, dat krijg je nergens anders. Je komt 's ochtends uit je bed en er staat een hond al te trappelen om hele leuke dingen met je te gaan doen. Ben jij diegene die goed kan werken met honden en mensen? En wil jij onze collega worden hier op Schiphol? Kijk dan op www.ctsn.nl.